Nou Marcel, ik weet dat het vorige filmpje natuurlijk een beetje eng overkwam met al die ellende om hem aan de gang te krijgen. Maar ik kan je geruststellen, hij is nu weliswaar warm. Maar ik kan je garanderen dat hij dat min of meer koud ook doet, mits je hem fatsoenlijk primet. En dat is altijd even een beetje het trucje om dat te leren bij je motor. Maar op dit moment... loopt hij gewoon 1600 toeren stationair. Ah, oké, okay. 1700, 1800. Het pakt goed op. En hij loopt gewoon mooi door de hele toeren range heen. Zoals je kan zien, die midrange verstelling een aardig eind op stralen gezet. En hij heeft wel dringend nieuwe lagers nodig, want die zijn niet meer echt heel geweldig. Voor de rest is het een prima motor. Loopt mooi.